Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Boven het midden en zuiden van ons land liggen wat wolken. Hier en daar valt zelfs een lichte bui, maar dat lost geleidelijk weer wat op. In het noorden is het vrij zonnig. Dat blijft vanochtend ook zo, met mogelijk dus een enkele bui in het zuidwesten, met name. De temperatuur die oploopt naar zo'n 21 tot 24 graden. En daar komt vanmiddag nog wel het een en het ander bij. We gaan in het binnenland richting de 30 graden. We halen hem waarschijnlijk net niet. En in het zuiden van het land neemt de kans op een stevige regen- of onweersbui toe. kan ook bij voorkomen. In korte tijd veel regen. En ook windstoten zijn mogelijk. Vanavond hebben we die buien ook. En dan trekken ze misschien ook naar het midden van het land. Het blijft lang warm lang ruim boven de 20 graden. Dan gaan we naar morgen en dan hebben we ook weer een wisselende dag met zonnige perioden, met stapelwolken en een paar regen- en onweersbuien in de loop van de dag. Een zwakke tot matige wind, misschien een zeewindje in het westen van het land met daar dan in de middag enige afkoeling. Vanaf dinsdag blijft het nog eventjes warm, 25 graden halen we sowieso en de kans op onweersbuien is de komende dagen vrij groot. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl